Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl waar we ook deze maand opnieuw 250 euro gaan investeren in mijn portfolio. Maar voordat we gaan kijken welk aandeel dat deze maand is, wil ik je vragen om het kanaal te helpen. Dat kun je ten eerste doen door een duimpje omhoog te geven, maar zeker ook door onder iedere video een reactie achter te laten. Laat even weten wat jij graag wilt zien in een volgende video bijvoorbeeld. Nou, welk aandeel jij op dit moment aan het onderzoeken bent of misschien heb je nog andere tips of suggesties. Laat dat dus weten via de reactie onder deze video. Op die manier kunnen we elkaar helpen. Maar het zorgt er ook voor dat je het kanaal helpt en deze video bij meer mensen onder de aandacht wordt gebracht. En deze video is natuurlijk geen beleggingsadvies. Ik wil alleen laten zien waar ik naar kijk, wat ik doe voor ik een aandeel koop. En het aandeel dat ik deze maand wil gaan toevoegen aan mijn portfolio is HP met tickersymbool HPQ. HP is een merk dat we denk ik allemaal wel kennen. Ten eerste van printers, van kleine printers voor particulieren thuis, tot printers voor kantoren en zelfs drukmachines. En daarnaast natuurlijk ook PC's, waar vooral laptops een groot gedeelte, een groot onderdeel van vormen. En zeker zakelijk gezien zijn HP-laptops erg populair. Ik kwam dit aandeel tegen via de website van Magic Formula Investing. Dat is zeg maar de formule uit het boek The Little Book That Still Beats the Market. Um, ik heb daar trouwens ook eerder al een video over gemaakt, dus ik zal die hier even in de hoek plaatsen. Maar die formule, die website, geeft eigenlijk aandelen aan die, ten eerste, veel geld verdienen ten opzichte van de koers op dit moment. En daarnaast ook veel rendement maken op de, hun eigen activa. En laten we daarom ook even gaan kijken naar hun laatste kwartaalcijfers. Deze zijn van 27 mei 2021. Dus ik verwacht de komende weken opnieuw de kwartaalcijfers alleen dan voor het derde kwartaal. Nou, kijken we naar de resultaten, dan zien we dat printing goed is voor 5,3 miljard dollar en de PC is voor 10,5 miljard. Oftewel, een derde komt ongeveer uit printing, twee derde komt uit computers. Beide categorieën laten een flinke groei zien vergeleken met een jaar eerder, namelijk 27 en 28 procent. Al viel Q2 van vorig jaar best wel tegen vanwege corona. In het volgende overzicht zien we dan een verdeling van waar de omzet vandaan komt... Laptops zijn goed voor 47% van de omzet, gevolgd door printing supplies met 21% en desktops met 14%. Maar hoewel printing dus een derde van de omzet heeft, komt er wel de meeste winst vandaan, namelijk 57% van de 1,7 miljard winst afgelopen kwartaal. En dat komt omdat de marges voor printen met 17,9% stukken hoger liggen dan die voor computers waar de marge 6,7% is. Kijken we dan naar deze sheet, dan zien we de omzetgroei. Zoals je kunt zien was er vorig jaar in het tweede kwartaal dus een daling. En vandaar dus de grote groeicijfers dit kwartaal, dit laatste kwartaal. NHP beloont hun aandeelhouders eigenlijk ook nog eens op twee manieren. Ten eerste door dividend en ten tweede door het opkopen van eigen aandelen. Daar hebben ze vorig jaar 4,1 miljard dollar aan uitgegeven en dit jaar in de eerste twee kwartalen al 3,5 miljard. Waarbij je dus goed kunt zien dat ze per jaar zo'n 1 miljard dollar aan dividend uitbetalen en voor 3 miljard aan eigen aandelen inkopen. Nou, wat is dan hun eigen verwachting voor de rest van het jaar? Voor het hele jaar 2021 verwachten ze een gap en non-gap earnings per share per aandeel tussen de 3,24 en 3,50, terwijl dit vorig jaar nog 2 was of 2,28, dus in beide gevallen een flinke verbetering ten opzichte van vorig jaar. En natuurlijk wil ik ook dit aandeel nog onderwerpen aan mijn eigen checklist, maar voordat we dat gaan doen, wil ik je vragen van wil je nog beginnen met beleggen? Misschien wel in een breed gespreide ETF of misschien zelfs wel in het specifieke aandeel van HP. Dan heb je natuurlijk een goede broker nodig. Zelf gebruik ik de gieren voor mijn beleggingen. Wil je gratis een account openen, maak dan gebruik van de link onder deze video. Op die manier help je het kanaal en kan ik dus deze content blijven maken. Maar als je via mijn link gratis een account opent, krijg je deze maand ook tot 50 euro transactiekosten terug. Dus dat is mooi meegenomen als beginnende belegger. Laten we nu dan overstappen naar mijn eigen aandelen checklist om dit aandeel te gaan bekijken. En als we dat doen, dan zien we hierboven een score van 80 uit de 100. Nou, we gaan zo meteen kijken waar die vandaan komt. De huidige koers is op dit moment iets minder dan 29 dollar. Het aandeel staat vandaag zo'n 0,7-0,8% lager. Maar dit jaar staan ze nog wel steeds 18% procent in de plus ten opzichte van 1 januari. Dus gaan we kijken naar de koers-winstverhouding. Die is 9,6, terwijl wij iets onder de... 15 tot 20 zoeken, dus dat is heel erg goed. Ook de PEG-ratio is onder de 1, dus ook daar pluspunten. Uh, de netto-winst is dan weer wat lager. We zoeken eigenlijk 10% of hoger en dan zien we hier 5%. Gelukkig is die wel heel erg constant. De return on assets is 10% en return on invested capital is zelfs 69%. Dus dat is heel erg positief. Hadden we net al tijdens de kwartaalcijfers de omzet gezien... ten opzichte van het vorige jaar in het tweede kwartaal... Hier zien we om de laatste vijf jaar, dan zien we dat de omzet met 17% is toegenomen. Kijken we naar de netto-winst, die is in diezelfde vijf jaar 14% toegenomen. En tenslotte de cashflow is zelfs 34% toegenomen. En vooral dit is belangrijk, dit is het geld dat het bedrijf kan gebruiken en uit kan geven aan dingen die het zelf wil. Dat kan zijn investeringen doen, eigen aandelen opkopen, dividend uitkeren. Dus dit geeft het bedrijf heel veel vrijheid. En hoe beter dit bedrag, hoe hoger dit bedrag, hoe beter gaan we verder kijken naar de schuldpositie. Dat is dan weer wat minder. We zien dat zowel eigenlijk op korte als op lange termijn de aantal bezittingen die ze hebben lager is dan de schuld. Nou is dat niet optimaal, maar het is ook niet per se een groot probleem. Zolang ze maar genoeg free cashflow hebben om aan hun rentebetalingen te doen, is dat niet erg. Alleen in de meest slechte situatie ja, is dit niet optimaal. Dus daarom zou je eigenlijk juist meer bezittingen willen zien dividend, zoals we hadden gezien, dat keren ze ook uit. Oftewel 25% van de winst keren ze uit. Dat komt neer op een dividend yield van zo'n 2,6% per jaar. En ze hebben genoeg geld vanuit hun free cashflow... om de dividendbedrag van vorig jaar eigenlijk meer dan vier keer te betalen. Dat geeft eigenlijk ook wel aan dat het vrij zeker is... Uh, dat het genoeg geld is om dit dividend waarschijnlijk ook in de toekomst uh, te betalen. Ook altijd belangrijk als aandeelhouder zijnde. En zoals gezegd, het aantal uitstaande aandelen. We hebben gezien dat ze aandelen opkopen zelf. Nou, dat zien we hier. De laatste vijf jaar is het aantal uitstaande aandelen maar liefst 18% afgenomen. Dus ook heel positief als je aandeelhouder bent in dit bedrijf. Want de winst die ze maken zal uiteindelijk verdeeld worden over minder aandelen. Dus de winst per aandeel neemt toe. Dus dat is heel erg leuk als je al aandelen hebt in het bedrijf. Kijken dan tenslotte naar de koersinformatie. En dan letten we vooral op de gemiddelde koerswaardering. Die ligt op 33 dollar. En dat is bijna 15% hoger dan de huidige koers. En dan zien we hieronder nog een score van alle punten die we zojuist besproken hebben. Op de waardering is het heel erg goed. De winstgevendheid scoort het ook heel veel punten. Behalve bij de netto winst die we eigenlijk iets hoger zouden willen zien. En tenslotte het schuldratio. Ze hebben dus nu minder bezittingen dan schulden. Uh, dat is eigenlijk, zoals gezegd, eigenlijk iets wat we andersom willen zien. En we zagen dus al dat analisten het aandeel zo'n 15% hoger waarderen dan de huidige koers. Maar laten we ook zelf even gaan kijken naar wat waarderingen. Ten eerste de discounted cashflow methode op basis van de omzet. Die komt uit op 50 dollar en 55 dollar cent, oftewel 74% upside ten opzichte van de huidige koers. En voor de DCF op basis van de EBITA-multiple, die komt uit op $51 dollar en $15, dollar cent, oftewel 76% upside. En kijken we tenslotte naar de waardering op basis van drie verschillende scenario's, waarbij we dus uitgaan van de gegevens van de laatste 10 jaar om eigenlijk drie voorspellingen voor de toekomst te maken. Nou, we zien dat de omzet op uh, min 7,6% staat bij 10 jaar. En dat komt omdat het bedrijf in 2014 is opgesplitst. Daarom gaan we in dit, uh, deze berekeningen uit van 5, 6 en 7 procent groei. Ze kopen dus heel veel eigen aandelen op, hebben we al gezien. Dus daar gaan we ook vanuit dat ze dat in de toekomst blijven doen. Voor de marges en de free cashflow gaan we uit van percentages tussen de 5,5 en 8,5 procent. HP heeft op dit moment een vrij hoog PI ratio voor haar geschiedenis. Gemiddeld komt hij zo uit tussen de 7 en 12. Dus we gaan in dit voorbeeld uit van 7, 9 en 11. En bij de free cash zetten we dan iets lager in. En ten slotte geven we aan dat we een rendement willen van 15. Tussen de 15 en 10% per jaar. Nou, als we dat dan gaan berekenen, dan komen we in alle gevallen goed uit. In alle scenario's ligt onze waardering boven de huidige koers. En gaan we uit van het gemiddelde, de base case, dan zien we dat die overeenkomt met de eerdere discounted cashflow waarderingen die we hadden. En een koers dus tussen de 60 en 70 dollar lijkt best wel reëel. En juist dus omdat die waardering eigenlijk een verdubbeling is ten opzichte van de huidige koers, lijkt het me een heel interessant aandeel om toe te gaan voegen aan ons portfolio. Dus laten we even overstappen naar de Hero om te kijken hoe het portfolio er nu uitziet en om dit aandeel dus toe te voegen. En dan zien we hier mijn portfolio op dit moment. Um, ik heb zojuist al het aankoop gedaan, alleen dat ging even niet goed met het opnemen. Laten we even kijken, mocht je het zelf ook willen toevoegen nadat je zelf natuurlijk onderzoek hebt gedaan, dan kun je hier linksboven op HPQ zoeken. Dan komt het aandeel HP op de New York Stock Exchange. Die wil je aanklikken. En vervolgens kun je hier rechts je aandeel kopen. Ik heb inmiddels 10 aandelen gekocht. Met de huidige koers kon ik er net 10 en net geen 11. Dus vandaar dat ik nu 10 aandelen heb. En de gemiddelde koers waarbij ze X heb gekocht is 28,74 dollar, dollar cent. Kijken we naar de andere posities die ik heb in dit portfolio. Trouwens, vandaag staan we net een beetje in de min. 7 euro, oftewel 0,4 procent. Maar het totaal is zo'n 96% in de plus. Als we dan onze eigen um, 250 euro die we vandaag hebben toegevoegd niet meerekenen, dan zou hier 1850 euro uitkomen. Oftewel 1750 euro ingelegd, 100 euro rendement gemaakt. Dus daar ben ik best wel tevreden mee. Uh, Citigroup doet het goed. Corsair doet het juist een stuk minder. HP hebben ze dus zojuist toegevoegd. Intel hebben volgens mij vorige maand toegevoegd. Ligt nog een beetje vlak. Murk. Ja, dat weten we. Uh, een farmaceut is vaak niet heel spectaculair. Wel leuk voor het dividend. Microsoft doet het juist erg goed. Ook vandaag weer een beetje in de plus, maar in totaal al 27% rendement gemaakt. En ook beide ETF's die we hebben, doen het gewoon erg goed. Ik zit wel te denken om juist misschien een positie te sluiten. en dat geld toe te voegen aan een andere positie. Welke twee posities dat zijn, ik ben er niet over uit of ik het ga doen. En mocht ik het doen, dan zul je dat wel zien in de video's. Ja, in een video de komende weken. Maar in ieder geval, voor nu zit het erop. Je hebt gezien hoe mijn portfolio eruit ziet. En we hebben dus opnieuw 250 euro toegevoegd. En daarmee zijn we ook aan het einde komen van deze video. Heb je nou nog tips, suggesties of andere opmerkingen? Laat dat dus vooral weten in de reactie onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Maar wil je geen video meer in de toekomst missen? Klik dan op abonneren onder deze video. Dan mis je nooit meer een video. Dan wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.